What's up, everybody? Welcome back to another How the Combustible Reaction. We'll be jumping the next one on our Netherlands journey. Octavoging, unhouding drugs, unhouding zeden and mir. Twee nachtdiensten. Okay, there. I said that long-ass title. Let's jump into it. Let's check it out. It's coming at us from the Politie Vlogger. If you guys enjoy it, Politie Vlogger Jan Willem, go show some love for sure. We're subbed up now. I hope you're going to do the same. I honestly don't know what this says, but his social medias are down there as well. Go show him some love. Let him know Highly Combustible sent you. Let's jump into it. Let's check it out together. Let's see what we got. Als prijsvraag weggegeven bij de DTG. We got some action is what we got. Hi. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik ga je straks meenemen in een nachtdienst en we doen er gewoon twee achter elkaar. Dus we gaan twee nachtdiensten achter elkaar draaien. Maar ik moet eerst nog even een klusje doen voor de brandweer, dus dat gaan we straks even laten zien. En waarschijnlijk als jullie deze video gezien hebben, is de DTG al voorbij. Want ze hebben namelijk een leuke verrassing die op de DTG wordt verloot, als ik het goed zeg. Dus dan hebben jullie het al gezien. De brandweer is al aanwezig, dus ik ga het klusje even fixen. En dan zie ik jullie straks weer. Oké, hier is dus het klusje dat we van de brandweer gekregen hebben. En dan moet ik zeggen, als ik het goed zeg, van het kanaal Fire 24/7. En ik zal de link even hieronder zetten zometeen. Maar deze helm, zoals je kunt zien, is getekend door Doenje. En door Enzo Knol. Hoe cool is dat? En die wordt als prijsvraag weggegeven bij de DTG. En ik ga eigenlijk hier zo mijn handtekening zetten. Dus dat gaan we nu even doen. Having a Dust YouTube gathering is actually really kind of cool. I love it when YouTubers and creators work together to do stuff and actually go out of their way to meet each other and discuss things. It makes it so much more of a friendly and welcoming community when you do that. Very cool. Kijk, wat staat hier dan? Politievlogger Jan Willem. Mijn handschrift is niet altijd best. Maakt niet uit. Maar, dus nogmaals, degene die waarschijnlijk deze mooie helm straks heeft, die heeft hem gewonnen bij de DTG. Gaat helemaal goed komen. Kijk. We hebben de briefing gehad. We hebben de helm voor het Fire 24/7 even gesigneerd. En die wordt, nou ja, hebben jullie waarschijnlijk al gezien, door DTG verloot. En we gaan rijden vandaag in de bus. Ik rijd solo deze nacht. Er zijn meerdere eenheden in de wijk. Dus ja, ik kwam een mannetje tekort. En we hebben onze eerste melding al binnen. We moeten naar een geluidsoverlastje. Goed begin van de nacht. Ik zeg, we gaan onderweg. I like how we just kicked up the bass when we're going to a noise complaint. I love that. Let's go. Very cool to see exactly what's going on. Er was alweer de eerste melding. Melding van geluidsoverlast. Zou blaffende honden zijn. Uiteindelijk zei de klager dat de bewoner van de woning niet thuis was. Nou, we waren iets later dan de melder was. En de overwoner was inmiddels al thuis gekomen en de honden waren daarop stil. Uiteindelijk nog even een bemiddelend gesprek gehad. Dus wij leggen het vast in het systeem. En de bedoeling is dat ze nu zelf eruit gaan komen, dat het niet vaak voor gaat komen. En komen ze dat niet, dan kunnen we nog altijd de woningbouw bijvoorbeeld in kennis stellen voor buurtbemiddeling. Nou, wil dat ook allemaal niet werken, ja, dan moeten we toch mogelijk strafrechtelijke zaken oppakken. Zoals bekeuringen schrijven op het moment dat de overlast wordt geconstateerd. Maar als ik zo beide partijen heb gesproken, denk ik niet dat het zover komt. En gaan wij gewoon weer verder de nacht niet zitten. Like Netherlands cops. I love it. Inmiddels weer bij de volgende melding. En wederom weer een geluidsoverlastmelding. Dit keer zou er een feest. Y'all got a lot of noise complaints up there. Don't be that neighbor. Don't be the neighbor that calls the cops. Just be the neighbor that knocks on the door and asks me to turn down the radio. We zijn met harde muziek. En we zijn op de locatie. Dus ik ga eens even horen hoe erg de overlast is. En dan gaan we de bewoners of de veroorzakers even aanspreken. Sorry.
Hallo, ik kom voor het feestje. Ja, is goed, ik kan moeder. Damn, noise complaints. That's, wow, holy crap. That's a lot of noise complaints, one after another. Is it really that hard to just turn down your radio so some people can get some sleep? You got all day. We zoeken naar de hoofdbewoner. We zoeken naar de hoofdbewoner. Wat zoek je? De hoofdbewoner, de eigenaar. Oh, jee. Yeah. Zou je hem vast uit willen doen? Uit? Ja, uit. Uit of zakje? Uit. Ik denk, ik draai nog even de police. Ja. Smart asses. Oh, that's more exciting than a noise complaint. De collega's bezig zijn met een aanhouding en dat de verdachte een van de collega's heeft aangevallen. Bij de aanhouding verzet de verdachte zich hevig. En het blijkt hier te gaan om een mogelijke combinatie met drugs en alcohol. Het is onbekend hoe of wat. De verdachte werkt hevig en is niet voor reden vatbaar. Dan zie je ook dat er een hoop collega's te plaatsen komen. Dan krijg je ook wel de vraag, moeten jullie met zoveel te plaats komen? Ja, het heeft vooral te maken, we willen iemand geen letsel aandoen. Dus hoe meer collega's je bent, hoe meer druk en kracht je kunt uitoefenen. En hoef je niet echt zwaar geweld toe te passen. Dus hoef je alleen maar iemand in bedwang te houden. That makes sense. Pin them down with more bodies, you don't have to knock somebody out. In de bus. Uiteindelijk heeft ze ook weer collega's te krabben en te trappen en te tuffen. Dus we gaan met enige spoed richting het politiebureau. Nou, dan merken we ook dat er wel wat ups en downs zijn. De ene keer is emotioneel en de andere keer weer heel, ja, hoe zeg je, bewoordkeuze en veel schelden. Nou, contact met de meldkamer is bijna niet te doen door het geschreeuw van mevrouw. Als ze uiteindelijk dan op de rood zijn, lijkt het weer een beetje rustig te worden. Dus proberen we opnieuw op haar in te praten. Maar uiteindelijk als we toch zeggen van, nou, we moeten de bus uit, begint mevrouw weer hevig tevig te werken. Schoppen, slaan, tuffen inderdaad weer. We zijn nu op het politiebureau. En dan gaan we hier in een celletje stoppen. En wij zijn gewoon rustig. En luister naar de aan. Wij zijn gewoon rustig klaar. Een beetje sneller kan je de handboeien af. En dan kun je een beetje tot rust komen. Goed? Afgesproken? Rustig op de weg. Gaan we nu de auto halen? Kom op. Dus met enige dwang kunnen we mevrouw uit de bus halen en brengen we die naar de cel. Ook hier is de oppas dat niet wordt getuft. Nou, ook in de cel zie je dat er meerdere collega's zijn, ook om in bedwang te houden. Ook hier weer om zo min mogelijk letsel bij de verdachte te veroorzaken. Er wordt ze wel ingesloten en gefouilleerd. En bij de fouillering treft ook lachgaspatronen aan. That explains the crazy behavior, for sure. Meer, van het mogelijke whippets are no good. Blijft verder ons onbekend wat voor drugs het is. Nou, probeert hij nog een beetje uit te vragen. Maar uiteindelijk heeft dat weinig effect. Hey, wat heb je allemaal gebruikt? Ondertussen wordt mevrouw verder gefouilleerd. In ieder geval de spullen die je mee mag nemen worden afgenomen en tijdelijk in bewaring genomen. Denk aan een riem en spullen die je in je zak hebt zitten. Sleutels, aanstekers, dat soort zaken. Nou, uiteindelijk zien we een hoop collega's hier weer in de gang staan. We gaan ook met een treintje uit de cel. Goed teamwork, denk ik. Ook om te zorgen dat je weinig letsel hebt en de verdachte geen kans hebt op het moment dat we haar onder controle of de controle loslaten om ons letsel toe te dragen. Kreeg ze juist een melding van dat er een mevrouw onder invloed was en niet handelbaar meer was? Nou, bleek ook dat ze... This is very, very cool. I feel like I'm on a legitimate ride along. I don't feel like I'm sitting here in my room. Most certainly take the time to go show police vlogger Jan Willem some love. Like, legitimately, this is a very, very cool thing for normal citizens to see. To watch kind of the day-to-day action that goes on. Very, very cool. Even though it's noise complaints and things like that, it's real. Worsteling met de verdachte. Dus met veel moeite hebben we die uiteindelijk onder controle kunnen brengen. En met de bus hebben we die naar het politiebureau gebracht. Uiteindelijk waren we nog met 7 man nodig om die mevrouw onder controle te houden. En in ieder geval te fouilleren en in te sluiten. En het vermoeden is dat ze dus waarschijnlijk drugs heeft gebruikt in combinatie van bepaalde dingen. We horen in de...
We horen van getuigen dat het mogelijke GHB betreft. It happens. Dus dat gaan we nu allemaal onderzoeken. Er komt ook een GGD-arts te plaatsen om te kijken van wat de volgende stappen zullen zijn. En ik heb inmiddels alweer de volgende melding gehad. Weer een geluidsoverlast. Dus die ga ik nu... He didn't seem very surprised that it was another noise complaint. Gelijk afhandelen. Goedenavond, politie. Oké. Goedenavond. Goedenavond. Nou, we die melding van die geluidsoverlast afgehandeld. Het is een beetje een 1-op-1 verhaal. Niks kunnen constateren. Ik ga dat doorzetten aan de wijkagent, want volgens mij is het een langslepend conflict. Maar inmiddels, zoals je kunt zien, staan we ook alweer op de snelweg. Er kwam namelijk een melding binnen van een spookrijder over de A12 vanuit Bunnik richting Utrecht. What the hell is a ghost rider? Someone explain that one to me. I don't know what a ghost rider is, but I want to know. I want to learn. Teach me. I'm an ignorant American. Er kwam namelijk een melding binnen van een spookrijder over de A12 vanuit Bunnik richting Utrecht. Dus we hebben meerdere voertuigen in de omgeving positie ingenomen. En we krijgen ook net weer bericht dat een aantal collega's die over de snelweg gereden hebben, het stuk waar die spookrijder zou rijden, dat ze daar niks aantreffen. Dus wij gaan onze posities weer opheven en dan gaan we weer verder de dienst in. Always reports involved. That is not the fun part. Oh, that's a hard one. Burglary in progress. Go, go. Sorry? Is het van binnen gebeurd of niet? Ik weet het. Hi. Wat is er aan de hand? Oké. Okay. Hey, waar is uw voordeur? Het lijkt op iemand die zijn sleutels kwijt was. Where is your front door? Is het gewoon hier ervan? Hi, goedenavond. Ja, ik wil even checken of alles goed gaat, want we hoorden inderdaad van buur dat het best wel veel herrie was. Ja, maar... ja, de geluid was wel even vervelend. Ja, om toch even te checken of u echt hier woont, heeft u slechte maatje bij u? Ja. Niet dat u straks maar een verkeerde vriend bent die ineens woonachtig is. I've been tempted to kick in my own front door, but I've never done it. Een melding van een heterdaad inbraak. Tenminste, mensen hoorden een hoop glasgerinkel en een hoop lawaai. Dus met een aantal eenheden waren we snel te plaatsen, het gebied afgezet. En uiteindelijk troffen we daar een meneer aan. Het bleek de hoofdbewoner te zijn, die gewoon zijn sleutels was vergeten. En die denkt, ja, ik gooi maar een raam in, dan kom ik binnen. Dus dat was snel opgelost. En we staan nu te posten bij een, we staan niet te posten, in ieder geval collega's zijn te plaatsen bij een melding van een mishandeling. En die zijn nu in gesprek daar en wij staan op de achtergrond om te kijken van ja, als het uit de hand loopt, dan zijn we snel in de buurt. Dus we wachten het even af. Hoppa, zo snel kan het gaan. We gaan inmiddels de tweede dienst in, de tweede nachtdienst. We're already on to the second night. I like it. This is a quick way to see it. We don't have to actually sit there and do a full-on ride-along to get the exciting bits. He does a very, very good job of giving those to us as much as he can. I'm sure there's some things that you just can't show. Obviously, everybody knows that. But the things that he's showing are still very, very intriguing. This is the kind of stuff people watch on TV. Like, I'm happy we found this. I'll subscribe to this all day long. We hebben afgelopen nacht, als het druk, hebben jullie kunnen zien inmiddels in de video. En we gaan nu door naar de tweede nachtdienst. Ik heb wel kort geslapen, ik was om 7 thuis, 7:30 sliep ik. En ik ging om 12:30 er al weer uit. Dus het was een kort nachtje, wordt misschien wel een zware nacht. Maar het is nu ook de zondagnacht, dus ik ben ook wel benieuwd hoe druk het gaat worden. Het is altijd een beetje onverwacht. We gaan naar binnen, gaan naar de briefing en dan gaan we zo beginnen. Even een update, jullie konden zien dat we waren begonnen met de tweede nachtdienst inmiddels. Uiteindelijk was ik hier aan het bureau en kwam zich op dat moment ook een meneer melden. En die zei van, ja, ik kom mezelf aangeven, want ik heb onzedelijke handelingen bij mijn vrouw gedaan. Nou, op dat moment hebben we meneer... I'm sure that doesn't happen very often. Someone comes and says, hey, I sexually assaulted a woman, so good on that guy, I guess. Like... Eventjes vastgehouden hier. En I don't know how that works. En de collega's zijn gestuurd waar dat geweest zou zijn. Nou, daar heeft inderdaad... In America, they just run away. Ja, aangeeft, ik ben inderdaad onzedelijk betast.
Nou, die wordt ook nu een aangifte van opgenomen en daarop hebben wij die meneer hier aangehouden. En we zijn nu al een uurtje bezig met, het is namelijk 11:45, om alle formulieren, onze bevindingen in het systeem te zetten. Straks wordt meneer naar voorgeleid bij de hulpofficier van justitie om de aanhouding te toetsen en het vervolgtraject te bespreken. En wij gaan nog even foto's en dactylen van de meneer maken, zijn identiteit vast te stellen. Hij is inmiddels ook ingesloten en wordt straks ook opgehaald voor de nacht. Gaat hij in een ander bureau om te overnachten. En dan gaat morgenochtend, als alles goed is, als wij klaar zijn, gaat de zedenrecherche verder met deze zaak. Dus we zijn eigenlijk even bezig. Het is ik wil niet zeggen goed begin van de nacht, ook niet een slecht begin. Maar we zijn gelijk druk bezig. Dat is misschien een goede benaming. Ja? Het is gewoon heel veel formulieren en alles goed het systeem vermelden. Maar daar zijn we nu even mee bezig. We beginnen even met beelden van een camera van een ander voertuig. Er zit helaas geen geluid bij, maar dit zijn camera's die we standaard op de voertuigen hebben zitten. De collega's zijn zojuist bezig met de controle en het blijkt dat de bestuurder onder invloed van drugs is. Op het moment dat ze hem eigenlijk willen aanhouden, gaat hij er vandoor en worden wij in kennis gesteld en zijn we ook onderweg. Here we go with the high speed chases, let's go. I will honestly never ever, I have zero... Think what you will. I have a zero sympathy for anybody that runs from the police. If you run from the police, you get what you get. Whether they bump your car, whether they knock you off the road, whatever they got to do to keep the rest of the population safe, I'm generally for it. We are hauling ass. Whoa, flipping it. Yeah, get him! You are really dumb. Where do you think you're gonna go? These roads are wide open. You can't even hide. Where you're gonna end up going is off the road. That's where you're gonna go. I'm really not about to drive out onto the dike while the police are chasing me. You've really lost your mind. One idiot. If there was more than one, the rest of them would have been like, bro, you're an idiot. Stop this car right now. Jump! I seen the first car jump first. Well, I really want you to get him. Go get him. Oh, that was a hell of a damn jump.
gesprek zo vrij laten. Tel en dwaal in. Tunnel 12 in, 53.04 snelheid. 30 km per uur nu. Kilometer per uur. We lopen op weer naar 70. En naar 70, correct. Tunnel en dwaal uit, Wazenweg. De weg opgaat zometeen, gaat u naar rechts of links? Wazenweg, tunnel en dwaal uit, we rijden richting, oud is dat volgens mij. 53.11, komt die jouw kant op, doe vooral voorzichtig. Zijn ballen zijn lekker. Ja. Two flat tires, baby. You ain't going nowhere now. Once your tires are flat, you might as well just stop. Soon you're riding on rims. Wacht de snelweg langs bij HJ. Daar staat 53.11, denk aan uw eigen veiligheid. We zijn weer geblesseerd, zit achter ons 53.11. 43 rijdt erachter nog. Nieuwegein weer. Nieuwegein gaan we. Go, 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 go. Don't run him into the river. 09 komt ook jouw kant op. Even lekker banden. Vonken voor, beide wielen. Oh, now you're really dumb taking the off-roads. Are you taking them right back to your drug den? Because that's stupid too. Where did you think this was going to lead? We're literally driving across a farm. Oh, you're going to get stuck. Bump him. Yeah. Yeah. No, get him. Take him down. Handen laten zien! Handen laten zien! Op je buik! Eenmaal aanhouding. Got him, coach! Got him, coach! Handen op je rug nu! Handen op je rug! Ja, 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 ja! Eén beweging, vriend. Doe normaal. Ja, OC, door politie geramd. That makes me so excited. I'm telling you, my palms are sweating. Let's go. I really don't get why you jump on me like that. Maybe because you just led me on a 45-minute chase through town, ass. Of course I'm gonna jump on you. How do I know you're not gonna? And then after that, you took off on foot. There's that swear word, pancake. Very, very weird. En je bent aangehouden. Je hebt recht op advocaat. Jazeker. En je hoeft geen antwoord te geven op de vragen die we je stellen, hè? Dan heb ik een heleboel gesprekken. Waar was je aangehouden geweest? You're most certainly under arrest now. Got him. Dat is toch een rare dienst te uitbrengen. Ik denk dat er even. We hebben al contact met de 3091, MD3091 haal ik zo. En die zijn in ons hotel en spreken bij 53.00. Yo, this is intense music too. I love the music that he picks for his video. Let's go. We zijn inmiddels weer even aan het bureau. Je kunt al zien, het is zelfs al licht. We hebben een hoop administratie moeten doen van die achtervolging. En daarbij stonden ook alle voertuigen vast. Dus we moeten er een tijdje wachten op de bergen om alle voertuigen er weer uit te krijgen. Nou, wat is er eigenlijk gebeurd? Andere collega's hadden het voertuig staan ter controle. En die hadden een drugstest bij de verdachte uitgevoerd. Uiteindelijk bleek dat een positieve test te zijn. Op het moment dat ze zeiden je bent aangehouden, ging de verdachte er vandoor in het voertuig. En ontstond er een achtervolging die jullie in de beelden hebben kunnen zien. Nou, uiteindelijk hebben we meer stoppen kunnen dwingen en is meneer daarvoor aangehouden en meegenomen naar het bureau en zal het onderzoek daar verder plaatsvinden. En daarvoor moesten we alle bevindingen op papier zetten, de achtervolging, de verkeersovertredingen vermelden. Nou, in ieder geval het rijbewijs van meneer is ook ingenomen en hij wilde verder ook niet meewerken aan een bloedonderzoek. Dus in ieder geval zal daar het dossier voor worden opgemaakt en dan krijgt meneer de hoogste straf, tenminste die zal worden geëist.
Dit was ook gelijk het einde van de video. Ik ben ook redelijk moe, dus ik ga gauw naar huis. En bedankt jullie voor het kijken van deze video. Laat een blauw duimpje, abonneer als je het niet gedaan hebt. En dan spreken jullie volgende keer weer. Later. There you have it, ladies and gentlemen. Most certainly go over and show Politie vlogger Jan Willem some love. That was intense. It was fun. It was amazing. On behalf of me, definitely go show him some love. Let him know Highly Combustible sent you. If you want to see more, let me know which ones. Hit the like button if you liked it, the dislike button if you disliked it. Check out the other video up there or one of these guys up here. Till the next one, Highly Combustible. You guys be happy, healthy, safe. Love you to the moon and back, baby.